Hoi, welkom bij 12. Mijn naam is Judith en vandaag ga ik je uitleggen hoe je na lange tijd stilstand weer met de hardware van 12 kan gaan werken. We beginnen met het aanzetten van de benodigde apparatuur. Heb je een kassa en een pin? Zorg dat je ze beide activeert. Let op, je hebt zowel voor de kassa als voor de pin internet nodig. Als alles aanstaat, doen we de volgende check. De kassa is inmiddels opgestart en we kunnen kiezen voor het groene aanmelden. Blijft die grijs, dan is er mogelijk nog geen internet. Dan zullen we eerst het internet moeten controleren. Goed om te weten, in alle gevallen kan je ook kiezen voor het offline starten. Werk je met een pinautomaat? Zorg dat je deze ook activeert. Ik heb hier de mobiele pinautomaat en ik kan deze door de OK-knop lang ingedrukt houden aanzetten. Werk je met de bekabelde versie? Zorg dan dat de voedingskabel in de stroom zit en zorg voor internet. De internetkabel moet of in de ETH of in de LAN-poort. Twijfel je erover? Neem dan uiteraard contact met ons op. Als alle apparaten aanstaan, gaan we een testtransactie uitvoeren. Ik heb voor het gemak even een testje aangemaakt met 1 cent. Ik klik deze aan en ik kies voor pin. Als het goed is, verschijnt nu het bedrag op de pinautomaat. Om er zeker van te zijn dat ook het contract werkt, voeren we de transactie volledig uit. En de transactie is voltooid. Heb je nog vragen of loop je tegen problemen aan? Neem dan telefonisch contact met ons op. Dat kan via 030-276-7770. Je kan uiteraard ons ook mailen. Dat kan via help@12.eu.